Hallo, ik ben Akota van Nofens Yoga en welkom bij deze Yoga Flow, Yoga voor de fietsers. Op vraag van Alexandra heb ik deze video gemaakt. Zij fietst zelf heel veel, dus ook mee aan 1000 kilometer tegen kanker. Dus shout-out naar Alexandra. Yoga en fietsen hebben eigenlijk heel veel gelijk, heel veel gemeen. Zowel met yoga als met fietsen ben je bezig met je ademhaling en met hoe dat je aan het bewegen bent. Yoga is ook zoals fietsen, omdat er een natuurlijke flow zit. Ook in yoga, je hebt momenten dat het veel makkelijker gaat en dat je oefeningen zonder probleem doet. En andere momenten waar het veel moeilijker wordt. Yoga en fietsen zijn ook heel complementair. Ze vullen elkaar aan. Yoga kan je helpen om je voor te bereiden op het fietsen. Of achteraf om je lichaam te herstellen. En om gedaan te maken wat je met het fietsen hebt gedaan. Fietsen zitten we heel voorover gebogen, ook altijd. We zijn hard aan het trappen, onze heupen en onze hamstrings staan strak. Dus yoga kan je helpen om het weer helemaal los te maken, om de borst weer te openen, eigenlijk omgekeerde beweging. En om je lichaam weer helemaal soepel te maken. Soepele benen betekent ook veel soepeler op de fiets en gaat je helpen bij je fietsprestaties. Veel plezier! Met enkele forward folds. Dus deze practice bestaat vooral uit het losmaken van onze benen en ook het openen van onze borst om dat voorovergebogen toe van de fiets zitten eigenlijk om te keren en dan nog een keer de benen te maken. Dus we beginnen met onze benen en inademen op de arm over ons hoofd en op onze uitademhaling gaan we naar voren richting onze voet. Je mag je knieën plooien als je wilt. Het gaat beter zijn voor de onderrug ook. Maar je enig welke beweging maken, misschien een klein beetje naar rechts wiegen, je mag je ellebogen vasthouden, dan moet je beter voelen. En dan adem in, komen we weer recht, breng onze armen weer boven ons hoofd, maak onszelf weer groot. En op onze uitademhaling gaan we beginnen. Hier blijven we weer al enkele ademhalingen. Stretchen van de achterkant van onze benen. Om wakker te worden. En in, rollen we onszelf weer recht. Rustig, neem je tijd dat je duizelig wordt. Breng onze armen weer over ons hoofd. Maak onszelf lang. En de laatste keer op onze uitademhaling gaan we naar voren buigen. En plaatsen we onze handen tegen de mat. Dus gespreid. Stap onze voeten naar achter, komen naar een neerwaarts op ons zwemmelzitvlak. Zitbeentje de lucht insturen. Onze voeten zijn heupbreedte uit elkaar. Mag je je knieën plooien. Voel je rug te stretchen. Mag je benen even opwarmen door één knie te plooien en andere te strekken. Zorg dan wandelende beweging maken. Dit je gaan wandelen met je hond. Weer met 3 ademhalingen. En 1. Plaatsen onze knieën tegen de mat. Zorg ervoor dat onze polsen onder onze schouders zijn en onze knieën onder onze heupen. Knieën staan heupbreedte uit elkaar. Gaan we onze borst openen, onze rug opwarmen, dan ben je wat kets en koud. Dus ademen in, buik naar beneden, borst naar voren, kijk omhoog. Onze uitademhaling op de rug. Adem in, buik naar beneden, borst naar voren, kijk omhoog. Adem uit, om de rug, kin tegen de borst, handen sturen in de mat. En adem in, neem de lucht binnen, open die borst. Adem uit, zullen we al de lucht eruit schieten. In, open onze borst. En adem uit, om de rug. Kom weer naar de neutrale rug. Zetten we onze tenen weer tegen de mat. En duwen we onszelf weer op in die neerwaartse hand. Dan hier gaan we onze rechtervoet van de mat pakken. En proberen we die zo ver mogelijk naar voren te brengen. Dan hier lukt om niet tussen je handen te zetten. Geen probleem. Kom dan even recht om je voet daar te zetten. Of gebruik je handen om die naar voren te duwen. Gaan onze rechtervoet naar de rechterkant van de mat wandelen. Beide handen aan de binnenkant van de rug. Van onze rechtervoet. En we plaatsen
dit al heel intens is, dan blijf je hier. Als je nog een beetje verder in de pose wilt, dan mag je neerkomen op je bovenarmen. En als je nog iets verder in de pose wilt, dan mag je je linkerknie van de mat halen en goed je linkerheel maken. Dus kies de variatie dat het beste bij je past, dat het beste voelt voor jouw lichaam. Blijf weer hier, enkele ademhalingen. Probeer hem hier te ontspannen. Al die benen, die heupen te ontspannen. Goed die heupen losmaken ook. Zorg voor meer flexibiliteit in onze benen. Trappen. Als je neerlegt op je bovenarm, doe jezelf recht. Je laat je linkerknie zakken tegen de mat. We gaan onze rechterhand, gaan we onze linkervoet proberen vast. Als dat niet lukt, probeer om je broek vast te nemen. Of je kan misschien ook een touw, een centuur gebruiken om rond jouw voet te doen en die vast te nemen. Net geen lichaam, maar ik zou het wel voor doen. Het kan iets rond je voet rijden en daarmee je voet naar je toe trekken. Als je niets hebt, probeer dat gewoon als je hier zit. Ook heel goed, het is een begin. We hebben nu ook enkele ademhalingen. We blijven naar voren leunen en dat goed voelen in ons linker bovenbeen. Als je je voet probeert vast te pakken, kijk ook over die rechter schouder. Kijk waar je naartoe wilt. Als je naar voren blijft kijken, is dat niet gemakkelijk om je voet te proberen vast te nemen. Dus gebruik je hele lichaam, draai je hele lichaam open om die voet te proberen vast te nemen. En laten we onze linkervoet rustig zakken tegen de mat. Brengen ons rechterbeen achter, komen we in een hoge plank. En van onze hoge plank duwen we onszelf weer naar de neerwaartse hand. Van de neerwaartse hand pakken we onze linkervoet naar de mat en proberen die ook zo ver mogelijk naar voren te brengen. Ook hier neem je veel tijd om je voet naar voren te brengen. Dan wandelen we onze linkervoet naar de linkerkant van de mat. Dus beide handen aan de binnenkant van de mat en we komen weer in die hagedispose. Doe dezelfde variant als je aan de andere kant deed. Dus ofwel kom je neer op je bovenarmen ofwel zet je knie tegen de mat. Misschien als je recht linkerknie van de mat wilt, dan ook aan de rechterkant. Dus altijd zorgen dat we balans hebben in ons lichaam. Er is altijd één kant waarbij dit meer comfortabel aanvoelt, waar dit natuurlijker komt. Maar doe toch hetzelfde aan de andere kant, zodat je de slechte kant tussen haakjes niet achterblijft op je goede kant. En dat je evenwicht in je lichaam blijft behouden door aan beide kanten hetzelfde te doen. Blijf hier enkele ademhalingen, ontspannen ons gezicht ook. Gebruik die uitademhaling om je lichaam te ontspannen. Dat is je uitademt, ontspant je lichaam. En onze rechtervoet plooien. En gaan met onze linkerhand. We kijken over die linkerschouder. We kijken waar we naartoe willen. Pakken we die rechtervoet vast. En we gaan die voet weer al naar ons toe trekken. Hier, gebruik hulpmiddelen als je nodig hebt. Blijven over die linkerschouder kijken. En het gevoel in ons rechterbeen. Enkele ademhaling, ontspannen ons gezicht. En laten rustig onze rechtervoet zakken tegen de mat. Linkerhand richting de grond en we brengen onze linkervoet naar achteren. Laten we ons stof zakken tegen de mat. Gaan we enkele cobra's doen. Hiervoor gaan we de toppen van onze tenen, dus de bovenkant van onze tenen, gaan we de bovenkant van onze voet gaan we goed tegen de mat duwen. En onze beenspieren opspannen gebruiken. Normaal gezien doe je dat al automatisch als je de bovenkant van je tenen actief tegen de mat duwt. Gaan onze heupen ook in de mat duwen. Onze handen staan naast onze borst. En op onze inademhaling gaan we onszelf naar boven duwen. En we gaan onze buikspieren opspannen. Dus niks gaat van onze rug komen eigenlijk. Ons hele lichaam gaat het werk doen. We gaan ons niet naar boven trekken met onze rug, maar echt met ons hele lichaam. Dus toppen van de
tenen tegen de mat. Heupen tegen de mat, handen naast onze borst. Buikspieren opgespannen en ademen in, duwen onszelf recht. Adem uit, rustig. Hou je schouders ontspannen als je niet terug moet. Dat heel veel mensen doen dit. Heel je schouders naar beneden te duwen. Blijf anders een beetje laag. Je hoeft niet helemaal recht te komen. Misschien kan je maar tot hier komen en dan kom je maar tot daar. Blijf je daar. Dan gaan we nog twee keer doen. Alles goed opgespannen. Tegen de mat geduwd. In, mooi recht, houd die ellebogen tegen ons lichaam, schouders ontspannen. In, uit, weer meer tegen ons. Nog een laatste keer. Gewone inademhaling. Mooi recht. In, uit, rustig. Weer tegen ons. Van hier rollen we ons op onze rug. Gooien onze knieën, plaatsen onze voeten tegen de grond, gaan we naar onze yoga brug gaan. Zorg ervoor dat je je hielen kan aanraken bij je vingertoppen, zo weet je dat je voeten op een goede afstand zijn. Onze voeten staan heupbreedte uit elkaar. Nu ga je goed onze voeten in de mat duwen en onze voeten en onze knieën gebruiken. En op onze inademhaling, blijven naar boven kijken, probeer niet opzij te kijken, want het is niet voor onze nek en ruggengraat. Dus duw die voeten in de mat en adem in. Gaan onze heupen van de mat halen, onze onderrug en onze bovenrug. Rollen we alles rustig naar boven. Duw die voeten in de mat. Onze knieën vallen niet open, maar blijven staan. En adem uit. Rustig. Dus onze bovenrug weer naar beneden rollen. Onze onderrug. En onze heupen. Tijd. Mag je eigen ademhaling volgen. Adem in, breng onze heupen omhoog, onze onderrug en onze bovenrug. En adem uit, laat ze rustig. Eerst bovenrug, onderrug en heupen. Eén keer, adem in, goed de voeten in de mat duwen. Weer iets hoger te duwen deze keer. En adem uit. Rustig. Alles weer zakken. Tegen. Mag je even je knieën tegen je uittrekken. Zal een knuffel geven. Dan gaan we overgaan naar de volgende pose. Nog een laatste backbend die we gaan doen. Backbend weer om onze borsten te openen. En dus omgekeerd is het van. Kom weer recht. Gaan op onze knieën. Knieën heupbreedte uit elkaar. Kom maar recht te staan. We gaan naar kameelpose gaan. Verschillende variaties ook weer. Forceer jezelf niet. Probeer niet meer te doen dan je kan. Geef je lichaam de tijd. We gaan beginnen met onze handen net op onze broek te plaatsen. Dus ook niet volledig op onze onderrug. Maar hier zo. Dat mag niet. Over je bekken. Onze handen daar, vingertippen naar beneden, handen schouders zijn ontspannen. Adem in en op onze uitademhaling gaan onze heupen naar voren duwen en onze borst omhoog. Dus we gaan niet naar achteren, we gaan echt actief die heupen naar voren en onze borst omhoog duwen. We gaan onszelf blij maken. In. En adem uit. Ja, we gaan nog twee keer doen. Nog één keer gewoon met onze handen op onze rug. Als je heel flexibel bent, mag je dan naar een volledige camelpose gaan. Dan mag je heel vast nemen. Dus ademen in. En op onze uitademhaling duwen we onze heupen naar voren. En onze borst omhoog. Rug, schouders ontspannen. Blijven ademen. En ademen. Als je dit al heel intens vindt en je wil stoppen, mag je de volgende overslaan. Ofwel doe je nog één keer hetzelfde wat we al twee keer hebben gedaan, ofwel ga je met mij mee naar je voorkant. Dus ademen in en ademen uit. Heupen naar voren. Borst omhoog blijven duwen. Mag je proberen om je hielen vast te houden. Ook hier blijf je die heupen naar voren duwen. En
en die borst omhoog. En niet instort op onze onderrug. Heel lang comfortabel voelt. Pak je ademhaling. En als we terug recht komen, dan we eerst onze handen weer op onze rug plaatsen. En komen we daarna weer terug recht. Goed. Gaan we even in onze child pose. Zetten we ons neer op onze hielen. Dus hoog tegen de mat. Om een keer dat beweging te maken met die camera pose. Komen we recht en gaan we weer op onze rug liggen. We zijn al toegekomen aan onze drie laatste oefeningen. Ja, op onze rug liggen, trekken we onze knieën naar ons toe en we leggen onze armen naast ons lichaam. Van 90 graden. Nu ademen we in en op onze uitademing laten we onze knieën naar rechts vallen. En we kijken naar links. Komen we in een twist. Jezelf niet te forceren, laat je lichaam natuurlijk vallen tegen de mat. Adem we in, breng onze knieën weer tegen ons. Adem we uit, laat onze knieën naar links vallen en kijk naar links. Doe dan twee keer aan elke kant. Adem we in, breng onze knieën terug. En uit, knieën naar rechts, naar links. In, breng onze knieën terug. Uit. Knieën naar links, naar rechts. In, knieën weer naar het midden, nog een laatste keer. Adem uit. Komen weer in die twist. In, knieën weer naar het midden. En adem uit, de laatste keer. En adem in. Gaan we onze benen kruisen, lijkt dat je op een stoel zit en je benen kruist. Zijn ons rechterbeen over ons linkerbeen. Zet we op de stoel onder jou zit en je benen kruisen. En gaan we onze benen naar ons toe trekken. Dus je mag je benen vastpakken, naar je toe trekken. Kan je dat voelen in je billen normaal gezien? Zo, dus blijf ontspannen, onze nek is ontspannen, schouders ontspannen. Laten we los, doen we dit aan de andere kant. Kruis ons linkerbeen over ons rechterbeen. En onze benen hier weer naar ons toe. En dan weer in onze billen. Enkele ademhalingen. We gaan de tijd, de spieren tijd om te stretchen, om te ontspannen. En halen onze benen weer uit de knoop. Zetten onze voeten weer tegen elkaar. En we laten onze voeten rusten tegen de mat. Onze knieën vallen open. Als het vermoeiend is, maak je altijd een kussen onder je beide knieën. Leg je je knieën open houdt. En blijven we hier enkele ademhalingen. Mag je hier blijven liggen zolang dat goed voelt. Dat is het einde van de yoga fixer sequence. Like deze video als je ervan genoten hebt. Abonneer op het kanaal zodat je zeker geen enkele video mist.